Ik heb heel veel dansdromen gehad, waarvan sommige wel en sommige niet zijn uitgekomen. Maar wat er als een rode draad doorheen loopt, is dat ik de beste danser wil worden die ik kan zijn. Mijn dansdroom is dat ik later een heel beroemde danseres word. Nou, ik ben al wat ouder, dus mijn dansdroom heb ik al gehad. Maar dat ik nu docent ben geworden, is voor mij absoluut fantastisch. Mijn dansdroom is dat ik later ergens achtergronddanseres kan worden. Dat ik tot mijn 80ste kan dansen. En dan zal het niet meer zo zijn zoals nu, dus lekker bij een bejaardenclubje of zo. Maar ik zal echt tot mijn 80ste blijven dansen, dat weet ik zeker. Ik weet nog niet precies, maar ik zou sowieso later graag bij Dance Explosion willen. Ik hoop dat ik nog heel lang mijn verhaal via dans kan vertellen en anderen mag inspireren. Ik wil nog zo lang mogelijk kunnen lesgeven en zelf kunnen dansen. Ik zou het echt fantastisch vinden om een carrière in dans te kunnen maken. Nou, die heb ik eigenlijk vorig jaar een beetje gehad. En toen mochten we samenwerken met een professionele choreograaf en op tournee door Nederland. Dat vond ik echt fantastisch. Ik heb voor mezelf gedanst en dan overstappen naar docent en choreograaf. En nou, dat doe ik elke dag en dat waardeer ik ook elke dag. Dat ik mag dat doen en mag dat blijven doen. Mijn dansdroom is dat ik mag blijven dansen tot aan de rollator.